Hey allemaal en welkom bij een nieuw filmpje. Een van jullie vroeg mij eventjes geleden of ik eens de foundations die ik gebruik kon laten zien. De BB-crèmes, fond de teint, CC-crèmes, gelijk wat. Et voilà, vandaag is het van dat. U vraagt, wij draaien. Vooraleer ik begin, wil ik zeggen, alle foundations die je hier zal te zien krijgen, zijn eerder bedoeld voor een droge huid. Want ik heb een droge huid. Afhankelijk van je huidtype, pas je je foundation daaraan aan. Het gebeurt wel een keer dat ik een dekkende matte foundation gebruik. Dat is dan bijvoorbeeld als we 's avonds een keer weggaan enzovoort. Omdat ik persoonlijk vind dat die nog ietsje beter blijven zitten. Maar met de juiste verzorging, de juiste primer, de juiste setting spray enzovoort, blijft ook een BB-crème de hele dag zitten. Dit zit er al op van 7 uur deze morgen. We zijn 3 uur in de namiddag. Ik heb boodschappen gedaan, ik heb gekuist, ik heb al een mier in bed gelegd enzovoort. We hebben geknuffeld, er komt gewoon niks aan mijn gezicht. Eigenlijk, de basis blijft heel, heel mooi. Nu wil ik ook zeggen, ik ben 42. Dat is nog niet oud, maar dat is ook niet piepjong meer. En ik vind hoe ouder je wordt, of hoe ouder iemand wordt, hoe mooier dat het is met een luchtige, lichtdekkende foundation. De extreem matte foundations, die durven rimpels in de kijker zetten enzovoort. En dat laat je er soms ouder uitzien. Dus daar ben ik geen fan van. Hetgeen wat ik vandaag draag is deze Wet n Wild Bare Focus Tinted Hydrator. Dat is de Tinted Skin Feel Lightweight Non-Greasy Finish Sheer to Medium. Hele fijne foundation. Ik heb de kleur Medium 10. Dat is de kleur... geen nummer, maar gewoon Medium 10. En ik vind dat een hele lichte, luchtige foundation. Ik heb hem hier al opengesmeerd. En dit is de kleur. Ik vind die echt zeer fijn product en ik denk dat die ongeveer 6 euro kost. Kan je bij die vinden en bij Boozy Shop, dacht ik ook. Dan heb ik 3 items die ik wil laten zien die eigenlijk een beetje hetzelfde principe hebben. Maar ze zijn gewoon van goedkoop naar duur. Dat is eigenlijk Charlotte Tilbury Hollywood Flawless Filter. Dat is eigenlijk iets die je als foundation kan gebruiken, maar die je ook als primer kan gebruiken. Of gewoon onder een foundation of gewoon op zichzelf. Ik kocht deze een aantal jaar geleden. Dat is de kleur Light Medium nummer 3. Kost heel veel geld. Dus niet iedereen wil dat bekostigen, kan dat bekostigen. En daarom heb ik subiet 2 vervangers die ik jullie wil laten zien. Ja, ik zei het al, dit kan je aanbrengen op zichzelf onder een foundation, vermengen met je foundation, als highlighter in feite ook. En ik vind dat een heel fijn product. Deze heeft zo'n spons applicator en deze bevat een soort van lichte reflecterende deeltjes, waardoor dat je huid er heel mooi zal uitzien. Kijk, hij geeft toch zo'n beetje een glowy finish en dat vind ik wel zeer, zeer mooi. Ik denk dat dit rond de 50 euro kost, dus dat is wel duur. Dat is duur. Daarom heb ik er 2 die ik jullie wil laten zien. Eentje van Essence, de Magic Filter Glow Booster, dat is deze. En dan de, in de kleur medium. En dan de Catrice Soft Glam Filter Fluid Glow Booster. Beide dezelfde producten. Dit is ook de 02 Light Medium. Dit is gewoon dit, maar in een goedkopere variant. Ik ben ook al hele lange tijd grote fan van deze Kruidvat Stay With Me Radiant Matte Serum Foundation in de kleur 028. Kijk, hij zit tot hier nog vol. Hele, hele fijne foundation. Serumachtig, niet te dekkend, maar blijft de hele dag perfect zitten. Ik vind die zeer, zeer fijn. Ze hebben hierin, in die lijn, een heleboel verschillende kleuren. Dus zeker voor elk wat wils. Ik vind die ook zeer, zeer goed. En het is ook een budget variant in feite. In de zomer heb ik heel graag deze Kruidvat Soleil Face BB
crème gebruikt, dat is dit. Als je dat op je gelaat doet, dan is dat groen. Maar als je dat opensmeert, dan blendt dat hem eigenlijk met je eigen huidtint. En het verbergt roodheden enzovoort. En zorgt er ook voor dat je beschermd bent tegen de zon. Belangrijk is bij deze dat je er niet te veel van aanbrengt, want dan laat hij een groene waas achter. Dat willen we niet. Maar kijk hoe mooi die finish ook is die hij achterlaat. Ik vind hem zeer, zeer fijn en heb die heel graag gebruikt. Kan tegen een plonsje in het zwembad, kan tegen zweten enzovoort. Ik kan die ook echt aanraden op warme dagen. En bevat de factor 30 bescherming. Dan heb ik van Delia de Correcting Face Cream BB voor All Skin Type. Deze moisturizes, evens skin tone, protects the skin from UV rays, reduces the appearance of imperfections. Heel graag gebruikt en heb ik ook al veel laten voorbij zien komen. Heb ik al getoond in een favorietenfilmpje. Echt, dit is zo'n goed product. Ik denk dat ik die kocht in Action, maar het kan zeker ook de Zeeman zijn. Sowieso hebben Zeeman, Vibra en Action Delia producten. En dit is de kleur Dark of Deep en die is momenteel ietsje te donker. Is mooier in de zomer. Maar ze hebben er ook een light variant van, die ik uiteraard ook heb. En deze vind ik ook zeer, zeer fijn. Geeft je huid nog je eigen look, wil ik zeggen. Sproetjes enzovoort zie je er nog steeds door. Maar je krijgt wel een hele mooie basis om de rest van je make-up op aan te brengen. Dan eentje van Elf, die ik ook zeer, zeer, zeer leuk vind. Dat is de Soft Glam Setting Foundation. Medium Buildable Coverage Long Lasting. Met 1% Hydrating Hibiscus Complex. Dat is deze. Kan je kopen bij de Douglas. Dit is de kleur Light Neutral. Zeer, zeer, zeer fijne foundation. Licht, luchtig. Maar is toch ook een hele mooie canvas om de rest van je make-up op aan te brengen. Ik heb deze niet zelf gekocht. Ik heb die gekregen. En ik ben er zeer dankbaar voor, want ik vind hem super fijn. Dus ja, als die op is. Maar ik heb hier eigenlijk al heel wat foundations. Dus ik denk niet dat het nodig is dat ik nog iets aanschaf. Maar je begrijpt wel wat ik bedoel. Dan heb ik een foundation van Catrice. De True Skin Hydrating Foundation. Je hoort het, heel vaak zijn de items, de foundations, babycremes enzovoort bij mij hydrating, vind ik zeer belangrijk. Ik heb iets nodig die nog een keer extra hydrateert voor mijn droge huid. Deze bevat hyaluronic acid en is long lasting 24-hour hydration. Dat durf ik nu niet echt zeggen. Je hebt er zeker een dagcreme en zo onder nodig. En deze is in de nummer 020, warm beige. Ook deze, een zeer lichte, luchtige foundation. Ik zal hem misschien nu een keer hierop aanbrengen. Hij is ietsje dikker dan de andere foundations die ik al liet zien. Maar hij is ook zeer, zeer mooi. Nu vond ik dat bij deze lijn de kleuren redelijk gelig waren. Ik vind dat persoonlijk niet zo erg, omdat dat de roodheden in mijn gelaat verbergt. En dat heb ik graag. Maar dat wil zeggen dat dat niet bij iedereen zal matchen. Nu heb je hier ook een heel aantal dingen in. Een heel aantal kleuren in. Dus er is zeker wel voor elk iets wils. En heeft jouw kruidvat bijvoorbeeld niet de kleur die jij wil? Kijk dan een keer bij Boozy Shop. Die hebben een groot gamma aan Catrice Essence enzovoort. Dus daar zal er waarschijnlijk zeker wel je tint inzitten. Kijk, het verschil. Foundation en naturel. She Glam is de Skinfinite Hydrating Foundation. Hier zijn we weer met hydrating. En deze is ook in de kleur nude, niet warm, vanilla. Deze is zeer, zeer fijn. Ook redelijk dekkend, maar toch luchtig genoeg om niet verstikkend aan te voelen. Dat bedoel ik. Van Wet n Wild heb ik nog de Photo Focus Foundation, de dewy variant. Je hebt hier ook de matte variant van. Is ook een fijne, zeker voor de iets rijpere huid, vettere, rijpere huid. Maar de dewy lumineux is perfect voor de droge huid. Deze is in de tint Golden Beige en behoort tot de medium range. Dus je hebt altijd light, medium, dark. Ik ga meestal voor medium. Of light medium, maar nooit light.
light. Ja, ook deze zeer, zeer fijn. En ik weet niet van wie van jullie Emily Knoll volgt. Ik volg haar al 15 jaar of zo. En zij is daar zeer tevreden van. En ik ook. Dus ja, deze is ook redelijk budget. Ik denk ook 6, 7, 8 euro of zo. Heel, heel leuk. Van Maybelline Fit Me, de Luminous Smooth Normal to Dry Skin Foundation in de kleur 120. Hij is momenteel nog gesealed omdat ik genoeg andere dingen in gebruik heb. Maar ik heb deze wel altijd graag in mijn verzameling of in mijn make-up stash zitten. Omdat ik hem zo, zo fijn vind. De Maybelline Fit Me Foundation, ook zeer licht, luchtig. Mooie canvas onder de rest van je make-up. En deze kan ik dan ook zeker aanraden. Ik heb al een flesje van deze helemaal opgebruikt. Of waarschijnlijk zelfs al 2 flesjes daarvan. Zo fijn vind ik die. Dan heb ik van MAC de Waterweight Foundation. Vind ik ook zeer, zeer fijn. Dit is de kleur NC30. Ik had de NC25 en ik vond die ietsje aan de bleke kant. Ik heb hem wel helemaal opgebruikt, maar ik vond de NC30 toch ietsje meer bij mij passen. Dat is een hele liquide foundation. Lijkt op water. Allee. Ja, is echt zeer, zeer, zeer liquide. Moet je heel voorzichtig mee zijn als je die aanbrengt. Ik breng altijd eerst op mijn hand aan en dan op mijn kwast en dan op mijn gezicht. Zeer fijne foundation, heel licht, heel luchtig. Echt, ja, zeker zijn prijs waard. MAC foundations zijn niet goedkoop, maar wel heel goed. Al is het wel zeer belangrijk dat je de juiste kleurenmatch hebt, want dat is ook nog iets zeer belangrijk. Ik heb in het verleden al een keer een filmpje getoond hoe je de juiste foundation kiest, hoe je die aanbrengt enzovoort. Als je terugscrollt tussen de filmpjes, ga je dat terugvinden. Ik denk dat het heet How to Foundation. Zeker een keer naartoe kijken, want dat is wel een heel belangrijk filmpje vooraleer dat je foundation aanschaft. De duurste foundation die ik momenteel heb, is deze van Estée Lauder, de Double Wear Stay in Place Makeup. En de kleur 4-in-1 Shell Beige. Deze is 50 euro, als het niet meer is. En vroeger heb ik die gebruikt en was die voor mij te afdekkend, te uitdrogend. Maar ondertussen, we zijn waarschijnlijk al 20 jaar verder, is de formule veranderd enzovoort. En nu is deze zo, zo fijn. Ook deze is heel licht, luchtig, een luchtige structuren feiten. En die blijft echt heel de dag zitten. Waarschijnlijk wel een tintje lichter kunnen hebben, maar ja, dat is altijd op de hok als je online bestelt. Ja, Double Wear blijft dubbel zo lang zitten. Zeer fijne foundation, wereldwijd gekend, wereldwijd heel vaak verkocht. En ja, een topper dus deze. En dan heb ik er nog eentje van It Cosmetics, de Your Skin But Better Color Correcting Full Coverage Cream, de Illumination variant. Dus dat is dit. Ik heb die nog niet gebruikt, maar ik heb wel al de gewone ervan gehad. Vond ik zeer fijn. Deze is wel dekkend, want hij is full coverage. Dat wil zeggen dat hij eigenlijk alles wegtovert. Daar ben ik op dagelijkse basis niet altijd fan van. Ik zei dat al, maar op tijd aan stond mag dat wel een keer. Ja, zeer fijn product. Dit kost ook rond de 40 euro, dacht ik. Dit is de kleur medium. Hier heb je echt bitter weinig van nodig. Hetzelfde zoals met de Estée Lauder Foundation. Heb je hier een R'tje van nodig voor Hans je gelaat. En dan heb ik nog nog een aantal dingen die ik jullie wil laten zien. De Max & More BB crème die je kan kopen in de Action. Zeer, zeer fijn. Dit is de kleur medium. SPF 30 is hij. Zeer, zeer fijn. Voor als je een klein budget hebt, is deze echt een aanrader. En dan heb ik nog 2 Balea dagcremes die ik ook zeer fijn vind. Dat is de BB dagcreme en de Magic Summer dagcreme, beiden zeer tevreden van, heb ik al verschillende keren gebruikt, enzovoort. En kan ik jullie dus zeker ook aanraden, maar Balea
kan je hier niet kopen. Dat is vooral als je een keer op reis gaat naar Duitsland of zo. Dan moet je zeker een keer de DM-winkel binnen gaan. Als laatste heb ik nog drie items die ik jullie wil laten zien. Dat is als eerste de Wear It Nude Skin Correcting CC Cream Anti-Redness. Dit is van het Kruidvat huismerk. Net zoals deze. Dit is de Wear It Nude Skin Correcting CC Cream. Het is alle twee hetzelfde. Maar deze is de Anti-Dullness en deze is de Anti-Redness. Ik heb vooral op mijn wangen en op mijn neus roodheden, niet op de rest van mijn gelaat. Iedereen zegt dat dat eigenlijk wel meevalt als ze mij zien zonder foundation, maar ik kan me daar soms wel aan storen dat ik heel gauw rode wangen heb. Daarom is deze ook perfect en eigenlijk lijken deze en deze heel goed op elkaar. Want dit is ook een groene, een groene crème in feite. Zoals dat je hier kan zien. En als je dit dan weer opensmeert, gaat dit naar de kleur van je huid. Ook belangrijk is hier niet te veel aanbrengen, want dan zie je weer die groene schijn. Dus als je hem heel goed openblendt, dan heb je daar geen last van. Maar het is wel zeer belangrijk om te weten. Want ja, we willen er niet zoals de Grinch uitzien. Dus ja, deze ook echt een aanrader. En ja, deze heeft een beetje van een paarsige mauve ondertoon. Heel, heel subtiel hoor. Zoals dat je hier kan zien, er zit daar een beetje paars in. En ook deze heeft hetzelfde principe. Smeer je uit, wordt de beetje je eigen huidskleur, maar bedekt ook en verdoezelt ook. Dat is het. Allerlaatste foundation, we zijn er. Dat is de She Glam Warm Vanilla Full Coverage Foundation Balm. Dus dat is dit. Ik heb dus twee full coverage foundations. Eentje die ik je daarnet liet zien en deze. Deze is zo'n, dat is echt een wonderproduct. Als je wil geplamuurd zijn, als je wil een volledig effen canvas hebben, dan moet je voor deze gaan. Dit is een hele crèmeux textuur, zoals dat je hier kan zien. Op. En als je die open blendt, is die zeer, zeer dekkend. Ook hiervan heb je heel weinig nodig. Ja, is zeer dekkend en zorgt ook voor een perfecte canvas voor de rest van je make-up en blijft ook de hele dag zitten. Er zijn nog twee foundations die ik jullie niet kan laten zien, maar die ik wel heel fijn vind. En de eerste is uit de handel gehaald. Bestaat niet meer. Dat was de Jane Iredale BB Crème. Ja, maar die bestaat niet meer. Vond ik ook zeer, zeer fijn. Dat is een minerale foundation. Daar had je een erwtje van nodig voor Hans je gezicht. En dat was zo, zo goed. Maar ja, die bestaat niet meer. Jammer. En ik hoop dat die ooit nog zal terugkomen. En dan is er nog eentje van Dior. Maar ik zal moeten opzoeken welke naam het is. Want ik weet het niet van buiten. En ik heb hem momenteel niet meer voorraden. Want ja, er staan hier 20 foundations. Dus hoef ik hem eigenlijk niet voorradig te hebben. Maar hij is wel heel goed. Ik vind de Dior foundations eigenlijk zeer goed, maar ja, ze zijn prijzig. Het was een lang filmpje vandaag. Heel veel uitleg, heel veel foundations om jullie te laten zien. Ik ben zeer benieuwd welke foundation jij heel graag gebruikt. Laat dat zeker een keer weten in de comments. Ik wil ook wel een keer weten of jij jouw foundation aanpast aan jouw huidtype, want dat is ook zeer belangrijk. En als je kan, bekijk zeker eens het foundation how-to filmpje. En dan meteen daarna dit filmpje en dan weet je perfect welke foundation je moet kiezen en gebruiken. Ik vond het alvast weer zeer fijn om deze dingen met jullie te delen. Graag liken, abonneren, meldingen inschakelen, een reactie achterlaten vind ik super fijn. En dan zie ik jullie graag volgende week terug. Bedankt om te kijken. Bye!